Welkom bij de unboxing video van de Jarvik Tab 467, 9.7 inch tablet, dus ongeveer iPad formaat, aluminium body, Android 4.0 ice cream sandwich, capacitief, Getjar, dat is een andere app store, dus ja, we gaan kijken in de review of er genoeg apps voor te vinden zijn. Wi-Fi zit erop, 8 GB opslaggeheugen, voor- en achtercamera, nou, die zit helemaal vol. Plus een processor, dat is een Cortex A8 1.2 GHz processor. Dat betekent eigenlijk, ja, dat is eigenlijk al een aardig verouderde processor. Er zijn al A10 chips en zo. Maar goed, we gaan kijken ja, hoe die gaat uitpakken. En we pakken de doos ook uit. Wat een mooi bruggetje. Als dat lukt. Nou, hier hebben we de tablet al gelijk. We leggen die even nog opzij, omdat we eerst even gaan kijken wat hier allemaal nog in zit. Nou ja, boekjes. Dat interesseert me niet. Hupsakee. Nog boekjes. En hier hebben we al gelijk de oplader. Die moet je wel zelf aansluiten met een... Er zitten nog dingen aan die je eraan moet zetten, dus... Dat moet je gewoon in elkaar zetten en dan heb je een oplader. Verder zit hier nog een kabeltje. En hier hebben we nog een USB kabeltje om aan te sluiten. Nou, verder zit hier nog zo'n ding op. Om hem in het stopcontact te doen. Nou, dat zijn ongeveer de dingen die dus in de doos zitten. We gaan even kijken hoe de tablet eruit ziet. Nou, ik heb nog nooit een 10 inch of 9.6 inch, 7 inch in dit geval. Ik heb nog nooit zo'n tablet besproken. Dus we gaan even kijken ja, hoe dat gaat. Nou, een aluminium body dus. Dat voel je dus ook wel. Nou, die ligt gewoon goed in de hand. Dus ja, je voelt niet dat het super duur materiaal is, maar... Ja, het ligt gewoon goed in de hand, dus dat is het belangrijkst. Nou, we zien hier al gelijk dat er wat knopjes op zitten, wat fysieke knopjes. Hier heb je een knopje om terug te gaan. Hier heb je een knopje die dient voor het geluid te bedienen. Plus om naar home te gaan en om instellingen te bedienen. Nou, daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar of dat goed gaat werken. 1 knopje voor verschillende opties. Ja, nou, we zien hier al een cameraatje, dus die zit hier in de hoek. Wel aparte keuze, meestal zitten ze hier in het midden of zo. Dus ja, daar zit dus een camera. Nou, aan de achterkant zien we hier spiekertjes, 2 spiekertjes. Ook weer een camera. Ja, hier zie je die icoontjes voor deze knopjes die ik net besproken had. Hier Jarvik. Verder zit hier aan deze kant zitten alle aansluitingen. Hier zien we al gelijk, even kijken, ik hoop al dat het goed te zien is, een headphone aansluiting. Hier een sleeve, micro SD, host, dus bijvoorbeeld om aan te sluiten aan die meerdere kabels. HDMI en hier een aansluiting om hem op te laden. En hier een knopje om hem aan te zetten en uit te zetten. Nou, die zitten eigenlijk allemaal aan één kant. De rest van de stukken die zijn allemaal mooi glad. Dus op zich ziet het er allemaal goed uit. Ja, ik vind het wel apart dat ze hebben gekozen voor een camera hier in de hoek. Maar... Ja, verder ben ik best wel... Ja, hij voelt ongeveer, want ik heb ook een iPad in mijn hand gehad, ongeveer even zwaar als de iPad 2. De iPad 3 is nog zwaarder, maar ja, hij voelt gewoon goed. Nou, dit is de tablet. We gaan hem natuurlijk goed testen. En dan kom ik de volgende keer weer terug met een review. Bedankt voor het kijken. En zoals altijd, tot later.